Onze gast vandaag in de lunchbreak, Nahid Rezwani. Waarom? Ja, we hebben op deze plek een aantal keren vrouwen gehad met heel bijzondere verhalen. Dat geldt zeker ook voor deze mooie vrouw. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Nahid, hartelijk welkom. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Jij bent in 1966 in Iran geboren. Ja, dat klopt. En daar was je een meisje met heel grote dromen voor jezelf en voor het land. Ja, dat klopt. Hoe zag dat eruit? Ja, hoe zag die eruit? Ik wilde heel graag minister worden, om één vinger in de pap te hebben. Al van heel klein af? Klein. Ik weet het, mijn... toen ik naar universiteit ging, of werd ik aangenomen, toegelaten voor universiteit economie. En mijn vader werkte bij het ministerie van Financiën, jarenlang. En mijn vader zei, goh, kind, wij worden collega's. Ik zei, pap, vergeet het. Ik word je minister. Ja, word je baas? Ik ga even aansturen later. Ja. En waarom wilde ik het dat? Omdat ik wel heel graag wilde goed onderwijs, goed zorg, goed woning voor iedereen die gelijk is. Maar ik ben niet socialist. Ik ben wel liberalist. Maar het gaat om gelijke kansen. Om gelijke kansen. Juist, ja. Het is heel anders gelopen. Het leven is het vol van verrassingen, gelukkig. Ja. Dus die dromen kon je niet waarmaken. Sterker nog, op een gegeven moment... Mm-hmm. Moest je vluchten? Moet ik het zo zeggen? Ja hoor, ja. En waar zit dat moeten dan in? Liefst geef ik je geen antwoord op. Daar ga ik niet op in. Laten we allemaal daarbij houden. Dan stel ik er nog één vraag over. Dat gaat niet om er dieper op in te gaan. Maar is dat iets dat je voor je geweten moet vluchten? Of vlug je omdat ze achter je aan zitten? Je vlucht omdat dat wel misschien met een paar principes je niet eens bent. En daar kan jij niet mee leven. En dan ga je je idealisme aan. Ja. En hoe gaat dat dan? Hoe ging dat dan in die tijd? Kan je dan gewoon een vliegtuig boeken en weggaan? Of moet je zo dan... simpel is het niet. Hè? Dat is niet op die manier gegaan. En ik kan ook helaas niks over vertellen. Maar het is niet dat ik wel in het vliegtuig kon pakken en naar Nederland toe komen. Maar daar kan ik wel iets kort over zeggen. Op het moment dat wij worden gevraagd om asiel aan te vragen, was ik heel verdrietig. Want ik kende Nederland niet. En ik had alleen maar verhalen gehoord van mijn ouders die ooit hier op vakantie waren. Dat het een prachtig land is met heel veel bloemen. En ik had ook wel... in mijn studie wel ook gelezen dat het ondernemend land is. Dat het supergoed doet. Maar verder wist ik niks van. En ik wilde heel graag naar Canada of naar Amerika te gaan. Omdat ook het Nederlandse taal heel moeilijk is. Ja. En van Engels. En in Amerika hebben wij heel veel familie. Maar ja, moet ik wel zeggen. Ik heb absoluut geen spijt van dat wij hier toch gebleven zijn. En dat wij hier onze leven hebben kunnen oppakken. En waarom werd het Nederland dan? Eigenlijk gedwongen. We hadden niet voor Nederland gekozen. Maar ja, je komt ergens terecht als een tussenstap. En je wil elders anders. En dan word je betrapt. En dan moet je blijven. En we hebben zelfs advocaat genomen om weg te gaan. En dat mocht er niet. En wat ik heel mooi bij mij is gebleven, dat die politie in Schiphol heeft gezegd, joh, we zijn ook lief en aardig en we bijten mensen ook niet. En dat heeft mij ook wel geraakt op dat moment, ondanks het verdriet wat ik had. Mm-hmm. En nogmaals, ik ben wel heel erg blij dat het zo is gelopen zoals ja, dat het gelopen ook. Is. Ja, nou, goed dat je er bent. Het is wel bijzonder dit, hè. Kijk, dit is een zwaar onderwerp en je zou het nog zwaarder kunnen maken. Ga ik misschien ook wel een beetje doen. Kijk, er is in media heel veel te doen om asielzoekers. Heel veel Nederlanders helaas zijn daar heel negatief over.
En die veroordelen dat. En ik zag pas een documentaire op tv over wat er gebeurt in sommige grensgebieden met Italië en Albanië. Hoe douaniers omgaan met mensen die daar gewoon op een boot zitten, een plastic boot die in de zee liggen. Die laten ze gewoon verdrinken. En toen was eigenlijk de stelling van iemand, een politicus, ik weet niet meer wie het was, die zei van: op een dag gaan wij Westerlingen op deze periode terugkijken, zoals heel veel Duitsers hebben teruggekeken later op de Tweede Wereldoorlog. We zien gewoon wat er aan de hand is, alleen we doen iets. En we kunnen niet meer zeggen, we hebben het niet geweten. Dat kunnen we nooit zeggen. Dit is wel iets heel groots, vind ik. Het is, alle verhalen heeft twee kanten, weet je. Mm-hmm. Soms, sommige dingen wat het gebeurt, soms begrijp ik het ook wat gebeurt. En dat is van beide kanten. Want ook de migranten die hier komen, of asielzoekers die hier komen, ze komen met de pijn en verdriet, maar soms lukt ze dat niet om overheen te stappen. Mm-hmm. En daardoor komen ze soms in het negatieve spiraal terecht. Maar het is ook heel simpel, als je mensen niet positief ontvangt, geen welkomstgevoel geeft, ja, dan verhardt het toch al bijna automatisch. Dat komt meer door de onwetendheid en elkaar niet kennen en miscommunicatie. Want ik geloof in goedheid van de mens. Mm-hmm. En ik geloof dat niemand ga je expres pijn en verdriet doen, vooral als hij dat weet. Oh god, wat een moeilijke verleden heb je gehad en van nood zit je nu hier. Mm-hmm. Dus dat gaat niemand je expres pijn doen. En als het degene is dat het wel doet, want er zijn wel gekke mensen, dan is het niet mijn probleem, dat is hun probleem. En dan wil ik het ook niet mijn probleem maken, eerlijk gezegd. Maar als je dat van dit standpunt uitgaat, dan denk ik dat het wel voor de beide kanten is heel veel te winnen. Ja. Om de communicatie te verbeteren, om elkaar beter leren begrijpen. Ja. Om hele korte voorbeeld te geven van 30 jaar geleden toen ik hier was. Ik zei tegen een kennisse van mij, die wel net zo oud was als mijn moeder, die was alleen. Heb ik gezegd, joh, je gaat toch je dochter van een school halen. Ja. Probeer met die ouders van de vriendinnen contact te hebben. Dan leren ze leren kennen. Dat kan ze je helpen met de taal. En dat krijgen vrienden, vriendinnen en noem maar op. Oké. Maar in Iran bijvoorbeeld, als jij iemand wil uitnodigen, dat zeggen, oh, je moet echt bij mij komen. Dan komt heel erg ook soms overdreven en opdringend over. Maar dat doe je van het hart. Maar hier, je zegt, oh, je mag bij mij komen hoor. Die mag in Iran, dat betekent, oh god, ja. Eigenlijk liever niet. En die vertelde mij, ja, die heeft tegen mij gezegd, je mag bij mij komen, terwijl dat... Ik zei, joh, dit is cultuur. Dat moet je leren kennen. Maar even terug op wat ik net zei. Ja. Ik deed ooit met burgemeester Abu Talib, opende ik de business lounge bij het Excelsior Stadion, de N-Secure Lounge van Hans van Driel, zijn bedrijf. En toen was net die discussie in de media dat heel veel asielzoekers gelukszoekers werden genoemd. Toen kwam hij ook het podium op. En toen zei hij, beste mensen, hier is de zoveelste gelukszoeker. Trouwens, iemand die dag en nacht voor die stad aan de slag is. En ik zie nu pas in, ook nu ik jouw verhaal weer hoor. Ik had erover gelezen, maar nu hoor ik je het vertellen. Zie je ook de emotie. Is dat die term gelukszoeker is natuurlijk verschrikkelijk. Want het zijn mensen die uit ongeluk... Ja, zoek je dan? Ik zoek geluk, ja. Ja, maar... Dat mag je niet kwalijk nemen. Ja, maar ik vind die term gelukszoeker vind ik wel een foute lading hebben of zo. Maar goed. Ja, laten we over het onderwijs hebben. Ja. Daar zitten we hier voor. Huh? Je bent directeur van In Holland. Ja, dat klopt. Ze neemt even de regie, deze dame. Die is natuurlijk gewend in haar vak om even de bijeenkomst naar de hand te zetten. Ja. Even om aan te geven, hoe groot is dat? Hoeveel studenten? In Rotterdam ongeveer plus min 7000. Hoeveel mensen? In Rotterdam, sorry, ik moet even, want ik heb het over de totale in Holland, bij mij plus min 2500. En waar praten we qua budgetten over ongeveer? Oh god, miljoenen. Is dat goed voor het onderwijs, zulke grote organisaties? Het ligt eraan hoe je dat organiseert. Ja. Het is wel best groot, maar niet het grootste. En wij hebben het binnen in Holland heel klein georganiseerd. Want wij zitten ook in het noorden van het land. Van Alkmaar, Diemen, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Delft, Rotterdam. Dus wij hebben het wel op die manier proberen wij de verbinding te creëren. Ook met iedere regio en iedere locatie waar wij zitten. En ook binnen Rotterdam hebben wij dat heel klein georganiseerd. Je komt er helemaal voor uit Doetinchem, hè?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ja, ik heb anderhalf jaar met heel veel plezier in Doetinchem gewerkt. De Graafschap College. Ja, en hoe kwam dat? Zo heet het ook echt. Ja. Superboerencollege. Ja, mooi, dat zeg. Klopt. Ja. Het is een prachtige organisatie. Ja. Het is echt een prachtige organisatie. Ik heb heel veel geleerd. Hoe kwam dat? Ik heb jaren bij OCW gewerkt. En in dat hoedanigheid had ik wel contact met de bestuurders van de mbo-instellingen. En ik had ooit laten vallen dat mijn volgende stap wordt binnen het onderwijs. Terwijl dat ik had het voor mijn ervaring bij OCW nooit aan gedacht. Mm-hmm. Ik vond het soft organisatie. Te langzaam, te rustig. Het is niks voor mij. Maar na jaar en jaar ervaring dacht ik het als gepromoveerd econoom. Daar kan jij wel toegevoegde waarde hebben binnen het onderwijs. Dus ik had ooit laten vallen bij een van de bestuurders. En op een gegeven moment, vlakbij kerst, had hij mij een appje gestuurd of ik zin had bij hem de directeur te worden van de economische sector. Ja. Omdat dat het, daar moest wel een en ander gebeuren. En dat had iemand nodig die daadkrachtig genoeg was om zo'n organisatie, die jaren lang gewend waren om op een bepaalde manier te werken, in beweging te krijgen. En klopt het nou dat je bij het ministerie van OCW terechtkwam via een banenruil? Nee, bij Doetinchem ben ik terechtgekomen via banenruil. Want op een gegeven moment dacht ik het, ups, Doetinchem. Lang afstand, onderwijs. Lukt het? Lukt het niet? Want ik weet ook hoe onderwijsmensen zijn ondertussen. En op een gegeven moment heb ik gezegd, weet je wat, stel je voor dat me niet bevalt ook qua de reistijd. Want ik zat wel iedere dag 4-5 uur in de auto. En toen hebben wij bedacht, ik ga mijn baan ruilen. En dat was iemand bij hun dat heel graag wilde. Dus die is naar OCW gegaan en ik naar Doetinchem met de afspraak over 1 jaar gaan we kijken. Na 6 maanden van de 4 partijen zijn we bij elkaar gekomen. 2 werkgevers en 2 werknemers. Ja joh, tjak, high five. Ik genoot ervan. Echt, echt. Ik zat wel soms uren in de auto, maar zodat dat ik daar kom. Omdat je van zo'n groot ministerie naar dat echte onderwijs ineens ging. Omdat dat je echt dan weet, wat betekent dat eigenlijk als jij in het werkvloer werkt. Ja. En ik had wel toch geluk dat ik bij OCW, ik werkte bij project of programma voor tijdige schoolverlaters. Dus we hadden voor het eerst afspraken met de instellingen, dus mbo-instellingen, vo-instellingen, de wethouder van de contactgemeente. Dus ik was gewend om buiten OCW ook te werken en te zien hoe het gaat. Maar toch, het is heel anders dan als je echt in de praktijk bent. En dat, soms denk ik het, als ik ook nooit nog ooit terug ga naar politiek, dat zou ik het heel anders willen doen. Dat het wel meer verbinding is tussen politiek en praktijk. Ja, dat is een van de vragen van Fajida. Of je nog ambities hebt wat dat betreft. Ik ben wel actief in de VVD. Ik ben met Oud-Jan Dirk van. Ja, tuurlijk. Ja, weet je, ja nee, tuurlijk. En VVD heeft altijd een mooie plek in mijn hart. En ik ben VVD'ers en ik blijf VVD'ers. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het politiek van heel dichtbij heb meegemaakt. Dus Kamerlid worden, het is niet meer mijn ambitie. Vooral met de huidige Kamerdebatten. Het gaat meer over procedures, meer over kleine dingen die wel groot worden gemaakt en niet over inhoud. Nee, de vorm is bepalend. Stoort me ook als tv-kijker, als volger van het nieuws. Ik vind het echt... Dat is hun recht. Het is iedere politieke partij heeft recht om te doen en laten zoals dat hij dat wil. Maar dat is niet meer mijn ding. Maar wat ik wel heel graag zou willen, ik wil wel graag minister of een staatssecretaris worden. En dat zou ik wel willen, want dan kan ik ook wel het verschil maken. Nou. Nee, maar is dat heel kom, want er komen natuurlijk weer verkiezingen aan. De VVD zou zomaar eens de grootste partij weer kunnen worden. En als ik gevraagd word, ga ik niet nee zeggen. Maar je kunt ook ervoor zorgen dat je in stelling wordt gebracht, zeg maar. Is dat wat je aan het doen bent? Op dit moment niet. Op dit moment wil ik me alleen maar concentreren op mijn prachtige locatie Rotterdam in Holland. En ook heel veel aan inhoud besteden voor het economische domein binnen in Holland, waar ik ook verantwoordelijk voor ben.
Je bent econoom, hè? Dat klopt. Gepromoveerd econoom. Dat klopt. Dat had je trouwens snel voor elkaar, hè? Nadat je in Nederland was. 6 jaar, toch? 91 gekomen, 97 afgestudeerd. Ik ben wel 3 jaar over mijn studie aan de Erasmus Universiteit gedaan. En dan moet ik wel zeggen, als ik het zie nu wat het veranderd is in de Erasmus Universiteit, dat je moet je propedeuse binnen 1 jaar halen, anders mag je niet blijven. Dan ben ik heel erg blij dat ik het destijds heb gedaan, want toen heb ik mijn eerste jaar absoluut geen studiepunten kunnen halen. Dus dat had ik ook nooit hier kunnen zitten in deze vorm. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik wel, toen heb ik de studie gedaan en binnen 3 jaar ook afgestudeerd, ja. En 6 jaar over mijn promotie gedaan. Ja. Hoe kijk jij naar de huidige economische situatie? En nog meer, naar wat ons allemaal nog te wachten staat? Weet je, economie en psychologie zijn broer en zussen met elkaar. Hè? En als je ziet wat het corona met mensen doet, misschien lichamelijke schade wat het brengt en het aantal overleden, achteraf gaan we zeggen, oh, als je gaat tegenover zitten met de psychische schade die brengt en de onzekerheid, dat het uit de balans raakt. In die zin, die psychische schade zou vele malen groter worden dan het aantal overleden. Er wordt te veel op het medische gericht dan het op de economische factor. En als je niet goed gaat met het psychische gevolgen, dus de onzekerheid neemt toe, dat heeft wel directe effect op het besteding van de mensen. Dus dan ga je voor iedere keer pas op plaats maken. Laten wij die auto wel even andere keertje doen. Nieuwe auto. Dat gaan we niet meer doen. In huis investeren, dat gaan we niet meer doen. Hypotheek aanvragen, dat gaan we niet meer doen. Stel je voor, morgen word ik werkloos. Wel is iedereen zijn huis aan het opknappen, hè? Gelukkig. Gaat ik uit gelukkig. Ik hoorde van de week de voorzitter of de directeur van Flora Holland, die natuurlijk tonnen aan bloemen die ze normaal exporteren hebben moeten weggooien. Ja. Die hebben echt ook een enorme crisis die sector gepakt, die bloemensector. Ja, dat klopt. Maar het aantal planten dat verkocht was, dat was met 200% gestegen of zo. Dus mensen allemaal hun eigen huis en tuin aan het opknappen. Ja. Vond ik een bizar fenomeen. En dat is heel, daar ben ik heel erg blij dat het wel gebeurt. En ik hoop dat wij in Nederland ons gaat lukken om ons zodanig overeind te kunnen houden om het kunnen relativeren. Mm-hmm. Want dat mis ik, die relativering in die corona-gesprek. Mm-hmm. Wordt iedere keer, vooral in het begin, alleen maar uitgebreid gezegd hoeveel mensen zijn opgenomen, hoeveel mensen zijn overleden. En het totale aantal is nog steeds onder 7000. Niet dat het niet erg is, het is hartstikke erg. Iedere persoon die overleed, het is hartstikke erg. Maar als we gaan vergelijken met het griepvolg van 2017, daar hadden wij 9600 overleden. En daar wordt niks over gezegd. En dan vraag ik me op de mannen af, hebben ze het dan gewoon toch verkeerd gedaan? Ik heb geen oordeel over of het verkeerd hebben gedaan en niet gedaan. Waar ik wel verbaasd, dat zetten ze dat niet in het grote perspectief. Want ook die griepgolf in 2017, die heeft zoveel overleden gekost, hadden wij er geen economische crisis na afloop. Want de psychologie was overeind gebleven. Ja. We hadden niet paniekvoetbal veroorzaakt. Ja. En nu is het paniekvoetbal. Ja. En nu zeg je het consumentenvertrouwen dat daalt. Dus nemen de bestedingen af. Dus ga je dieper de crisis in. Tegelijkertijd zie ik allemaal cijfers die erop wijzen van je gaat dit jaar echt een enorme krimp meemaken, maar dan volgend jaar ga je alweer groeien. Dat klopt. Ja, dat is logisch. Is dat een reële verwachting? Is, ja, dus niet groeien ten opzichte naar die krimp, maar groeien ten opzichte van het punt waar we begonnen. Dat of misschien wel, want ik heb niet alle cijfers en feiten op een rij om dat te kunnen beoordelen, maar als je naar economie kijkt, iedere crisis komt heel veel innovatie naar voren. Of we dat leuk vinden of we het niet leuk vinden, dan gaan we heel erg creatief worden en heel innovatief. En daardoor gaan ze nieuwe dingen komen. En economie is het S-curve. Dus met het nieuwe dingen zie jij gelijk de stijging en de groei. En dat is ook het gevolg van het crisis. Dus ik zit niet somber in, maar ik vind het wel ontzettend jammer dat wij minder in geslaagd zijn om het
corona ook relativeren in die zin dat het is niet eind van de wereld. We hebben ook nog ergere dingen gehad. Ja. We hebben in 2017 iets onder 10.000 mensen komen overleden. Ja, maar dat hebben we hier eerder, Rutte natuurlijk totaal uit de bocht gevlogen toen hij zei dit is verreweg het ergste wat wij allemaal ooit in ons leven gaan meemaken. Dat is veel te zwaar aangezet, ja, maar je merkt nog steeds dat er wel heel veel, ik ga nu zelf volgende week toch op vakantie naar Italië notabene. Sommige mensen verklaren je dan voor gek, gewoon met de auto, dus als er wat is, dat je snel terug kan. Ja. Maar je merkt dat heel veel mensen echt angstig zijn, die durven echt niet weg. Ik ken mensen op vakantie naar België geboekt, hebben ze geannuleerd. Ja, ik denk dan... Ja. En weet jij wat doet met de toerisme sector? Dat is verschrikkelijk. Ja. Nee, dat is verschrikkelijk. Ja. En nou over de... Ja. Maar de andere kant van het verhaal is dus, het is hier aan tafel een aantal keren aan de orde geweest. Professor Rotmans heeft daar uitgebreid hierover gesproken. De andere kant is, waarom moet je nou elke keer heel die wereld overvliegen om op vakantie te gaan? Waarom kan jij nou niet gewoon lekker een weekje in Drenthe of naar Renesse gaan? Hebben wij iets van vrije keuze gehoord? Ja, dus ik kan me voorstellen dat zeker in jouw geval van groot belang. Maar waarom moet je nou altijd zo ver? Waarom moet je dan die lucht? Ik ga niet met de lucht, ik ga met de auto. Vliegen met de auto. Maar het zit ook in de mens, denk ik, om dingen te willen zien. Ja. Andere mensen te willen ontmoeten, andere culturen te willen leren kennen. Ook dat, zeker in deze tijd, is dat dichterbij dan ooit. Ik snap ook de nadelen daarvan. We gaan er wel een nieuwe tussenweg in vinden. Dat is ook wel het voordeel wat er nu aan de hand is. Ja. Daar geloof ik ook in. Nieuwe wegen, zegt Nahid. Daar ben jij zelf een voorbeeld van. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt. Maar Jan Dirkse verhaal was... ik ben in één klap 80-90% van mijn inkomsten kwijt. Ja. Allemaal nieuwe dingen dit is er één van. Ja. Ik reis door een Schouten Zekerheid om voor de 6e keer in 3 maanden tijd een webinar met die mensen te doen. Daar kijken heel veel mensen naar, halen ze klanten binnen. En is dat bij jou nou voor altijd? Ja, ik denk dat je wel een soort van tussenweg gaat vinden. Kijk, natuurlijk, ik heb ook inmiddels weer 2 gewone bijeenkomsten kunnen presenteren. Waar het publiek bij was. Vorige week bij Breeman, bij BMW. Dat toen een 4-jarig contract met Feyenoord tekende. Met Wim Kiefvat gedaan bij Sevi. Heb je auto opgehaald? Ik ga hem van de week halen bij de vrienden van Aadje en Witvliet. Maar zo'n webinar wat ik straks met Schouten Zekerheid ga doen. Ik weet zeker dat dat soort dingen gaan wel blijven. Mensen blijven wel de nieuwe dingen die ze nu ontdekken, die ook werken. Natuurlijk ga je het liefst fysiek met mensen vergaderen. Maar via Teams kun je ook gewoon dingen met elkaar bespreken. Dat gaat wel blijven. En in het onderwijs, Nahid? Ziet dat onderwijs over een jaar weer net zo uit als een jaar geleden? Geloof ik niet in. Nee, natuurlijk niet. We hebben net de smaak te pakken gekregen. Dat gaat niet zeggen dat wij online willen blijven. Nee, maar we gaan ook niet meer terug naar waar wij gebleven waren. Weet je, ik had wel geluk in mijn eigen domein, zeg maar. Economische domein. We waren 1,5 jaar, 2 jaar bezig om te kijken hoe gaan we online toetsen. Hoe gaan we digitaliseren en dit en dat. Maar het ging altijd mondjesmaat. Het risico, nu niet, die wil het niet, dat wil het niet. Je weet het, hoe gaat het in deze wereld. Maar door de corona hebben wij van het nood deugd gemaakt. Ja, die en binnen 14 dagen was het geregeld. Echt. De tweede week van de corona konden wij 70% online lesgeven. Eigenlijk soms denk ik het, wauw, echt prestatie. Ja. Maar we hadden een aantal collega's die goed hadden ze geleerd. Hè? Ze wisten het. Dus die collega hebben ze wel aan het hun team laten leren hoe moet je dat doen. Dus dat werd op een gegeven moment een soort sneeuwbal effect. Hè? Je hebt het geleerd, dus moet je 10 andere collega's ook leren. Dus de derde week 100% online. En maar het mooiste is, weet je, ik ben wel iemand die heel erg kort op de ballen speelt. Dus in die zin zeg ik het, niet dat ik wel controlevreak ben, niet. Maar wij denken dat we dat goed doen, maar vinden de studenten ook. Dus we hebben heel kort op de bal gespeeld in die zin dat het wel iedere maand via app hebben wij wel enquête gehouden. Wat vinden jullie ervan? Waar gaat het goed? Waar gaat het minder goed? Hè? En ook feedback geven aan de docenten. Doen ze goed? Doen ze niet goed? Want die arme mensen hebben het voor de eerste keer in hun leven geprobeerd. Ja. Echt. Pet je af voor durven doen. Maar dat is onze motto. Hè? Durven leren. En dat hebben we ook in praktijk laten zien. Dus we krijgen heel vaak feedback van de studenten. Gelukkig is het allemaal wel goed gegaan. Mooie feedback trouwens van onze studenten. En we gaan volgende jaar ook op die manier door. Want wij kunnen alleen maar 20% van onze locaties gebruik maken.
met het 1,5 meter afstand. Dus daar zijn we heel erg zuinig in die zin. Niet dat wij onze studenten niet willen zien, want dat vinden wij allerbelangrijkste. Aandacht aan de studenten, persoonlijk en dichtbij, want dat is onze principes. Hè? Hoe gaan we die persoonlijk en dichtbij vormgeven? Gaan we door keuzes maken. Dus eerstejaren studenten, voor hun de verbinding met de teams, met medestudenten, met hun klasgenoten is allerbelangrijker. Met hun begeleider is allerbelangrijker. Ze moeten het gevoel krijgen dat zij niet alleen voor staan. Dat het wel de hele organisatie in Holland achter hun staat. Dus dat gaan we organiseren. Dus je zei net ook, het is belangrijk dat ze op school zijn om weerbaar te worden. Juist, ja. Hoe zit dat dan? Want je wordt niet weerbaar als je alleen maar op je studentenkamer zit en op je bed of bij je ouders in het zolderkamertje zit en dan ga je die lessen volgen. Hè? Die kennis kan je overal vergaren tegenwoordig. Waar je weerbaar voor wordt en waar je iets hebt in je toekomst, de vaardigheden wat je moet hebben qua hoe ga ik multidisciplinair werken. Ja. Hoe ga ik met mijn medestudenten omgaan? Hoe ga ik aan de multidisciplinaire opdrachten werken? Want tegenwoordig de arbeidsmarkt vraagt ook niet naar bijvoorbeeld financiële adviseur die alleen maar boekhoudkundige dingen kan doen. Daar zijn wij ook als instelling goed en voor. En het verandert de hele tijd natuurlijk. Dat klopt, het verandert de hele tijd. Hij heeft nog maar een hele kleine cyclus. Dus ik moet de studenten zodanig professioneel kunnen leveren dat het leervermogen toeneemt, dat de flexibiliteit toeneemt, dat de samenwerking toeneemt, dat ze kritisch worden, dat ze analytische vermogen krijgen, dat zij zelf voor de innovatie binnen hun eigen organisatie kunnen zorgen. Dat is wel heel anders dan het traditioneel alleen maar hoorcollege en hoorcollege te geven. Ik mocht er net niet over verder praten, maar ik heb voor het einde nog wel een dringende vraag. Je hebt net een klein tipje van de sluier opgelicht wat het is om uit je eigen land in een ander land te komen en in een asielzoekerscentrum te zitten. Wat heb jij daar nou eigenlijk van meegenomen, van geleerd of van overgehouden? Een ervaring die wij nooit zullen opdoen, wat nog elke dag een rol speelt. Weet je, dat is één ding. Maakt alles bespreekbaar met je medemens. Het is geen verschil tussen mensen die van het elders anders komen en mensen die hier. Die barrière hebben wij zelf met elkaar gecreëerd. Voor mij maakt niet uit waar je vandaan komt of waar jij vandaan komt. Hè? Als het klik. En die klik kan jij alleen maar achterkomen als jij met elkaar bespreekt. Als je iets zegt en dan denk je, wat is het dit nou? Hè? In plaats van, dat ga je zeggen, die rare Nederlanders. Maar wat bedoel je? Waarom zeg je dat? Wat is het achter? Daardoor kan ik de cultuur leren kennen. Daardoor kan ik echt achterkomen wie achter die mensen zit. En dan begint de connectie. En dan kan jij echt contact met elkaar maken. En wij als mens, ongeacht waar je geboren bent, hebben wij behoefte aan ergens bij horen. Contacten met elkaar hebben. Dus de truc, blijf met elkaar communiceren, blijf doorvragen. En als het iemand ook tips voor de mensen met een andere achtergrond, Nederlanders zijn best nieuwsgierig, dat is goed ook. Als jij vragen stelt, moet jij niet zeggen, oh, vind dat ik dom ben, daarom stel ik die vraag. Voorbeeld, ik was net in Nederland en we waren uitgenodigd. Want we werkten in asielzoekers in het kinderboerderij om ervaring op te doen, om kennis met mensen. We waren overal uitgenodigd. Mooi. Eén had ons uitgenodigd en die wist niet dat wij ook gewend waren om op bank te zitten. Dus die kijkte zo en vroeg, weten jullie hoe het moet? En in plaats van dat ik me vernederd ga voelen en dat ik wat raar, hè, dat ik zo denk. En toen heb ik wel gezegd, ja, grappig dat je vraagt, maar waarom vraag je dat? Oh ja, want ik weet niet hoe jullie wonen. En toen heb ik gezegd, oké, laten we zitten. Dat gaan wij ook jullie vertellen, hoe bij ons is. En op die manier krijgen we met elkaar contact.
Dus schroom niet om vragen te stellen. Je ziet er zo energiek uit. Fijn om met je te praten. Er zijn van allerlei dromen die je dichtbij en wat verder weg hebt. Speelt nou op een of andere manier in dat leven nog een rol dat die hele grote meisjesdroom van toen in Perzië geknakt is? Of misschien stiekem wel, dat weet ik niet. Want ik heb mijn droom niet in die zin. Weet jij, de verwachtingen ga je altijd aanpassen. Hè? Het leven gaat niet altijd zoals dat je dat wel graag wil. En dat is ook weerbaarheid. Hè? Iedere keer met iedere teleurstelling word jij weerbaar. En dan pak je nieuwe kansen. Want in mijn leven is het ook net zo'n economische crisis. Hè? Je hebt crisis, maar kom innovatie. Hè? Een S-curve. S-curve. Dus dat moet je dat iedere keer ook voor jezelf oppakken. En nogmaals, ja, ik ben ambitieus. En dan probeer ik het nu mijn energie inzetten om de studenten die bij mij komen heel warme gevoel te geven. Echt voor hun zijn. Sterker nog, ze mogen ook mijn mobiele nummer geven. Ik ben voor ze en ik ga ze heel graag helpen. Ja. En de principe van in Holland is persoonlijk en dichtbij. Dat zijn principes waar ik verliefd op ben geworden. En dat wil ik heel graag uitstralen. Mm-hmm. Hebben we nog iets niet gevraagd of aan de orde gesteld wat jij graag kwijt wilt? Wat ik wel graag kwijt wil? Ja, vooral richting mijn studenten. Geef het nooit op. Het leven is het niet altijd zonnig. En ik hoop dat jij mijn organisatie, in Holland organisatie, de kans geeft om jou als student bij te staan om ook moeilijke tijden doorheen te komen. Want dan kunnen we samen je helpen en je zorgen dat jij je droom waar kan maken. Zo. Ja. Gaan we van deze hele chique woorden, moeten we dan naar iets heel aards. Ja, namelijk die bom. Moeten we nog een prijs weggeven van Fashion at Sea. Hebben we dinsdag of donderdag mogen doen op deze plek. Gerdina Buik heeft hem gewonnen. Gerdina Buik heeft hem gewonnen. Een warenbon van €75. En je kunt nu weer, we hebben het niet om te laten zien, maar mensen weten het allemaal wel. We kunnen nu weer de Sanidump Bluetooth speaker weggeven. Dus mail even naar info. Dus twee prijzen? Ja, nee, die kun je nu winnen. Die kun je nu winnen. Oh, ja. Die warenbon is van Gerdina Buik. En je kunt nu de Bluetooth speaker winnen als je mailt naar info@reu.nl. En donderdag zijn we voor de laatste keer op deze plek voor de zomer. Zijn we in september weer terug. Nou, ik kijk naar donderdag uit. Ik voel je heel persoonlijk. En ik heb me heel dichtbij gevoeld. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het mooie gesprek. Dankjewel. Ja. En jij bedankt voor het kijken. Je was een fantastisch publiek. Tot donderdag. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.